En het is voor de brandweer nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest bij het Amazone Hotel aan de Keizerstraat. Afgelopen woensdag is dit pand nagenoeg volledig in de as gelegd. Brandweervoorlichter Alden Pinas zegt dat het onderzoek naar de oorzaak nog gaande is. Hij vertelt wat er zich heeft afgespeeld. Woensdag 19 april kreeg de brandweer een melding van een gebouwbrand aan de Keizerstraat, nummer 178. Het moet zijn tegenover de Goede Bank. De melding kwam binnen omstreeks 16:30. Het gaat in deze om een hotel annex eethuis. De brand is begonnen bij het eethuis. En ten tijde van de brand waren de mensen van het hotel niet aanwezig. Alleen de eigenaar was aanwezig. En hij heeft de brand ook ontdekt en heeft gelijk een alarm geslagen. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het pand was wel verzekerd. De brandweer heeft 4 gascilinders van 100 lips uit het pand gehaald. En 1 van 28 lips. En wat de schade betreft, het gebouw is in zijn geheel afgebrand. Van binnen dus. U zag dus in beeld Alten Pinas, brandweervoorlichting, maar niet Ronald Hooghaarts. Hij gaf natuurlijk, Alten Pinas gaf natuurlijk nadere informatie omtrent de brand die afgelopen woensdag Hotel Amazone aan de Keizerstraat nagenoeg volledig in de as heeft gelegd.